Misschien hebt u het ook wel eens gehad dat je ergens was en dat maakte zo'n indruk. En je dacht, zo kon het in de hemel wel eens een beetje zijn. Misschien is dit wel iets van hoe het ook in de hemel is. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen hebben bij een mooi concert. Als er mooi gezongen wordt, liefdevol en tot eer van God. Dan zou je wel kunnen denken, zulke muziek, die is er misschien wel in de hemel. Hoe had u dat vandaag? Ik werd om 11:15 wakker. Toen had ik niet het gevoel dat het een beetje leek op de hemel. Ik hoor het wel van meerdere. Dat doet wel eens denken aan de oordeelsdag. Of misschien ook wel een klein beetje aan de hel. Heb je dat nooit? Zoals ons, ik schaam me toch zelf maar bij in, want ik ben er onderdeel van, al lig ik dan op bed. Maar zoals we dan op het gewoon vinden dat om 12:00 op oudejaarsavond gaat, dat lijkt toch niet op de hemel. Het is wel goed om erover na te denken. Hoe eindigen wij het jaar? Hoe beginnen wij het jaar? Wie staat er voor ons aan het einde? Wie staat er voor ons aan het begin? We beginnen nu het nieuwe jaar. En hoe bent u het jaar begonnen? Hoe verlangt u het jaar te beginnen? Hoe verlangt u het jaar te eindigen? Hoe verlang je het leven te eindigen? Er is maar één goed begin en één goed einde. En daar wijst de Heer Jezus ons op in Openbaring 1, het 8e vers. Openbaring 1, het 8e vers. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Onder dit woord, boven de preek staat, Christus, de Alpha en de Omega,